Welkom dames en heren bij de samenvattingen van week 1 van de Dutch Darts Quarantaine League. En de eerste wedstrijd ging tussen Owen Roelofs en Vincent Kamphuis. Ze trapten af in de Dutch Darts Quarantaine League. En dat deed Roelofs zeker heel goed met een 84 finish op dubbel 11. Waarbij hij 1-0 vol kwam te staan. Kamphuis kwam terug 1-1 en toen kwam Roelofs op 101 te staan. En toen deed hij het volgende. Enkele 20. Triple 19 en dubbel 12. Dat was check. Dan gaan we naar een stand van 4-4, waar Roelofs een kans krijgt op 60 om 5-4 voor te komen, maar die mist die. En dan krijgt Kamphuis de kans op 82. En dat zal achteraf meteen het beslissende moment in de wedstrijd blijken. Kamphuis die met boel begint, mist een pijltje op dubbel 16. Maar de tweede gaat erin. En zo komt Kamphuis 5-4 voor te staan. Dan met een 6-4 stand mist Kamphuis 61. Dan krijgt Roelofs 3 pijlen om zich nog in de wedstrijd te houden. Maar zal die alle 3 missen. En dan gaat Kamphuis zo dadelijk naar dubbel 10. En daarmee zal hij de wedstrijd binnenhalen. Kamphuis op dubbel 10. En dat is een stand van 7-4 in de eerste koploper in de Dutch Darts Quarantaine League. De woensdag ging de wedstrijd tussen Barry Van Peer en Kevin Doets. Een geweldige spelende Kevin Doets die meteen opent met een 100 checkout in 2 pijlen. Bij een stand van 2-1 krijgt hij dan de kans op 68 Kevin Doets om het verschil meteen uit te breiden. En dan doet hij het volgende. Enkele 20 gaat naar onder toe. Enkele 8 en dan gaat hij naar tops. Maar dan mist hij en dan krijgt Van Peer een hele belangrijke 139 finish om zich in de wedstrijd te houden. Van Peer die duidelijk een mindere wedstrijd speelde en Doets die uitstekend in vorm was. Gooide ook het hoogste gemiddelde. Maar hier is de 139 voor Barry Van Peer. Wat ik al zei, Kevin Doets gooide het hoogste gemiddelde 94,3. 7 keer 140. En dan hebben we het ook meteen. Dit was ook een definitief beslissend moment in de wedstrijd. En dan gaan we naar de laatste leg toe van Kevin Doets. Hij kwam dichtbij, opende meteen sterk met een 180. En je ziet toch dat Van Peer al duidelijk tekort kwam in deze wedstrijd. Ook een gemiddelde verschil van 10 punten tussen beide heren. En dat was duidelijk te zien. Doets die hier aanlegt voor een 9-darter. Tweede 180 gaat er ook in. En Van Peer kan niks terug doen, staat heel ver weg. En dan gaat Doets een kans krijgen op 141 voor de 9-darter. Nee, gaat mis, verpest hij een beetje. Maar gaat hem goed wegzetten hoor. Zet hem weg op 41 om zo terug te komen voor de wedstrijd. Het beste dubbelpercentage was even overigens wel tot nu toe van Barry Van Peer met 44%. En Doets op dubbel 16. En zo pakt Doets de 2 punten binnen. Dan gaan we donderdag naar Arjen Konteman tegen Danny Oldekalter. Konteman die heel snel 3-0 voorkomt, komt zelfs 4-0 voor. Via tops verder 72 finish. Oldekalter gaat dan nog iets terug doen. Krijgt hier de kans op 71 om een 6-3 van te maken. En dat doet hij wel in 3 pijlen. Oldekalter gaat er zelfs via 80 gaat hij er zelfs 6-4 van maken. Maar het mocht helaas niet meer baten. Want hier komt Arjen Konteman op 49. En die gaat met een 6-4 overwinning naar huis. Ook 2 punten voor Arjen Konteman in de pocket. En die gaan we ook deze week weer terugzien. Dan gaan we naar de laatste wedstrijd van deze week. Jimi Hendrix tegen Heine Uldriks. Een 72 voor Uldriks om de 1-0 voorsprong binnen te halen. De sterk spelende Groninger met zijn eigen personal trainingsbedrijf komt 1-0 voor. Dan wordt het nog 2-2. Dan gaat Hendricks naar de boel voor 88. Maakt er 3-2 van. En dan krijgt Jimi Hendrix 9 pijlen zelfs om een punt binnen te halen. Doet dat niet. En zo komt Heine Uldriks helemaal terug in de wedstrijd. Terwijl hier Hendricks nog 3 pijlen mist.
En dan Uldrix om de wedstrijd om te draaien. De eerste mist hij nog. De tweede ook. En dan komt hij. De derde. En die zit erin. En daar draait hij meteen de wedstrijd om. 5-4. Hup. Bij zijn soundround gaat mee. Uit oude vrolijkheid. Hangt zijn eigen soundround weer terug. En dan, dat is eigenlijk het kantelmoment in de wedstrijd. Hendrix krijgt nog 6 pijlen voor 112. Maar dat mag niet baten. Want daar komt hij hoor. De zeer sterk spelende Heine Uldrix. Met een 180 om hem weg te zetten. Op tops. Hendrix, die nog 9 pijlen kreeg voor een punt. Zet hem hier ook niet weg. Mist een pijl op tops. En dan gaat Uldrix voor tops. Om de 3 punten, of de 2 punten excuses binnen te halen. En die zit erin. 1 pijl. 3 punten voor Uldrix. Kijk naar de stand. De stand. Kevin Doet staat eerste. Gelijk met Vincent Kamphuis en Aldrin Konteman. Heine Uldrix staat vierde. Met een hele sterke partij. En ja, dan hebben we nog de 4 mannen die verloren hebben. Jimi Hendrix, Danny Oldekalter, Barry van Peer en Omar Roelofs. Dan gaan we kijken naar het programma van aankomende week. 28 april om 8:30. Barry van Peer tegen koploper Vincent Kamphuis. Dan de twee verliezers tegenover elkaar. 29 april, 8:00. Omar Roelofs versus Jimi Hendrix. Dan de man in vorm. Kevin Doets tegen Danny Oldekalter. Om 9:00 aankomende donderdag en 1 mei Arjen Konteman tegen Heine Uldrix.